Het Centraal Museum in Utrecht is het oudste stedelijk museum van Nederland. Het is gevestigd in het vroegere Agnietenklooster. En het moest natuurlijk op een gegeven moment grondig worden gerenoveerd. Daar komt heel wat bij kijken, maar tussen de bedrijven door is het toch nog tijd voor een bijzonder verjaardagsfeest. Kijkt u naar deel 3 van de documentaire Kunst in de Steigers. Sinds eind 2013 wordt het Centraal Museum ingrijpend verbouwd en heringericht. In het voorjaar van 2016 worden de werkzaamheden afgerond. In een reeks van 3 programma's volgen we tijdens dat proces personeel, architecten, kunstenaars en bouwers. Een opvallende verandering is de plaatsing van de entree van het museum naar de Agnietenstraat. In de 16e eeuwse kapel komen de kaartverkoop, museumwinkel en het informatiecentrum. We vonden het belangrijk dat een aantal andere onderdelen van het museum zonder kaartje te bezoeken zijn. Denk ook bijvoorbeeld aan de winkel, die moet je in en uit kunnen lopen, maar bijvoorbeeld ook het informatiecentrum. Het informatiecentrum is een plek waar je zeg maar, informatie haalt die je niet direct aan de kassa haalt. Dus als je iets meer wil weten over de collectie, wat er op dat moment gaande is, dat soort vragen, daarvoor kun je terecht bij het informatiecentrum en die hebben we gesitueerd op de bovenkapel. De bovenkapel is nu niet direct verbonden met de benedenkapel, maar daar gaan we een hele mooie trap maken. We krijgen straks de trap, de wenteltrap die hier gaat komen. Want waar komt die trap nou ongeveer uit? Waar zeg maar, als je hier bent, waar ga je ongeveer de trap op? De trap die begint dus ongeveer hier. Dit is de zijde. Oké. Okay. En dan... Als je dus aan komt lopen, ga je dus als het ware zo de trap op? Ja, precies ja. Precies. Okay. Dus je krijgt, als je binnenkomt, krijg je al meteen die richting die naar boven leidt. Oké. Okay. Als je de spijlen van de trap hebt, ja. Dan denk je toch dat die spijlen hiervoor komen? Nee, die komen aan de andere kant. Dus... Ja. Oké, okay, dus ja. Je, vanaf beneden zie je het oorspronkelijke? Vanaf beneden blijf je dit beeld houden. Aan de andere zijde heb je ook helemaal niet zoveel spijlen nodig. We gaan eigenlijk achter de balusters. Daar zetten we maar 1 spijl en dan gaat er alleen maar een verhoging komen, zodat je dus op die meter komt. En die verbinden we met deze... In april 2015 is het zover. De trap naar de bovenkapel wordt geïnstalleerd. Het stalen gevaarte wordt in delen getransporteerd en op zijn plaats gezet. Anders zou het nooit naar binnen kunnen door de kleine deuren van het 16e eeuwse gebouw. Maar ook nu blijft het passen en meten. Welkom allemaal. We hebben vandaag een hele speciale gast, kan ik zeggen. Claes Iversen. Modeontwerper Claes Iversen is de gast bij de maandelijkse sit-in, waarbij directeur Edwin Jacobs kunstenaars interviewt over hun werk, inspiratiebronnen binnen de kunst en hun leven. En dat vond ik in die periode heel moeilijk, dat creatieve en dan daarnaast het zakelijke. En dat soort twee werelden. Mode speelt een belangrijke rol in het Centraal Museum. Het heeft een traditie hoog te houden met een collectie van ruim 8000 objecten. Ook creaties van Iversen zijn opgenomen in de collectie. Wij zijn backstage bij de Amsterdam Fashion Week, waar Claes zijn wintercollectie 2015-2016 toont. Toen ik zo 7, 8 jaar oud was of zo, ontdekte ik dus de beroep modeontwerper. En dat was wel een soort lightbulb moment waar ik dacht van nou, dat wil ik worden. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen wanneer iets kunst is of wanneer het mode is. Soms dan staan we bezig met kledingstukken in de couture die dan soms wel echt neigt naar kunst. Vooral op de manier en de uren die daarin zitten of het concept wat erachter zit. Soms is het heel duidelijk één gevoel
Ik had een aantal seizoenen zat ik in een situatie waar ik dacht van die wereld is zo snel en zo gespannen. En ik merkte mezelf een beetje in een knoop ging zitten van oh, ik moet zoveel. En dan dacht ik van ja, je moet juist leren los te laten. En dan was het, had ik gewoon één metafoor van een strik die uit elkaar valt. Daar is de hele collectie op gebaseerd. Dus, en soms, zoals met deze, wordt het een beetje een soort reisje wat ik maak. Dan begin ik ergens en ik denk van ja, winter, koude noorden, waar kom ik vandaan? Scandinavië. En dan moest ik echt denken aan die koude, koude winters. En hoe je met soort dierenvellen jezelf warm moest houden. En er zijn ook inspiratiebronnen van Yves Saint Laurent van de Russian Collection van 1976. En zo groeit het dan soms en wordt het inderdaad een soort mengeling van meerdere invloeden. Bijvoorbeeld zo'n jas, daar zit, ja, als ik denk aan dat ze daar hier heeft een stuk of 5-6 man aangewerkt, allemaal verschillende specialisaties, allemaal met de hand gemaakt. En dit is natuurlijk heel bewerkelijk en niet zomaar iets wat je koopt in de winkel, maar tegelijkertijd is het een jas. En dat is misschien iets wat heel erg typerend is voor mijn werk, dat als het neigt naar kunst, dan blijft het toch wel kledingstukken. En daarom vind ik mezelf misschien niet zozeer een kunstenaar, maar juist een ontwerper. Of dat ik ontwerp een product. Als je kijkt naar een meubelontwerper, hij ontwerpt een stoel en die is gewoon een klassieker. De rest van zijn leven en nog daarna. Dat is dan soms een beetje, dat vind ik soms een beetje jammer van die kledingstukken. Dat, die gaat wel heel snel de archief in en dan moeten we weer met iets nieuws beginnen. Dus daarvoor is het museum een mooie plek waar het dan soms terecht komt. Er zijn kunstwerken die lijken zich helemaal te emanciperen uit hun tijd. In die bijzondere categorie, daar valt het werk van de Utrechtse Caravaggiste. Dat was een stijl van schilderen zoals de beroemde Italiaanse schilder Caravaggio schilderde. De compositie is helder, overzichtelijk, kleurgebruik duidelijk aan licht-donker effect gekoppeld. En het gaat ook over hedendaagse mensen. En het bijzondere van die trend was dat werd overgenomen door andere kunstenaars in Europa. Dus zo bijzonder dat je een aantal kunstenaars uit Utrecht hebt die iets zien als jonge kunstenaar, in dit geval in Rome, het werk van Caravaggio, vertalen in hun kunst en dat een internationale trend werd. En ook kunstenaars als Rembrandt ontlenen hun inspiratie, en met name voor dat lichtdonker effect, aan het werk van deze kunstenaars. Het bijzondere is van dit schilderij, van Gerard van Honthorst, de koppelaarster, is dat de aandacht wordt gevestigd op degene die gekoppeld wordt, een jonge, mooie vrouw, en in het midden op de rug gezien een man. En deze man heeft in de linkerhand een geldbuidel, dus het is gekochte liefde, gekoppelde, gekochte liefde. Maar als je heel goed kijkt, dan zie je dat zijn rechterhand en haar linkerhand dit gebaar samen maken. Maar in de schaduw komen ze samen. En dat stukje verbeelding is typisch wat ook in zijn werk zit en het zo bijzonder maakt. De idee waarop Honthorst, zeg maar, caravaggisme vertaalde, dat zit aan dat wij de vlam van de kaars zien. Vaak zien wij in zijn werk ook de lichtbron zelf. Als je dat zou vergelijken met het werk van Caravaggio, dan is de lichtbron buiten beeld. Dus Honthorst komt met een variant, je zou kunnen zeggen zijn variant, waarop hij speelt met de lichtbron, tipje van de sluier oplicht, hij laat die vlam van die kaars zien
En meteen is ook dat hele effect te zien, geduid, waarop dat licht en donker is gebaseerd. Het Centraal Museum is het oudste stedelijk museum van Nederland. Burgemeester Asch van Wijk was de drijvende kracht achter de oprichting van het museum. Dat werd gevestigd in het stadhuis. Ja, je ziet hier twee tekeningen van de bekende Utrechtse kunstenaar Antonie Grolman, die het interieur van het Stedelijk Museum van Oudheden op de tweede etage van het stadhuis heeft getekend in de jaren 80 van de 19e eeuw. En op die tekeningen zie je dus allerlei stukken die nu nog in de collectie herkenbaar zijn. En nou ja, je ziet er allemaal een beetje schots en scheef uit. Het museum had op dat moment ook ernstig ruimtegebrek. En de toenmalige directeur van het museum, tevens archivaris, Samuel Muller Efzoon, die vond dat daar iets aan moest gebeuren. Dat museum moest meer ruimte hebben. En bovendien was er in het stadhuis zelf ook ruimte nodig. Dat archief moest eruit en dat museum moest er ook eigenlijk uit. Want er kwamen steeds meer ambtenaren. Dus Muller was aan het zoeken naar een nieuw museum. En dat vond hij buiten de stad aan het Hogeland. En hij bouwde daar een nieuw museum. En Muller is in dit museum ook met het zeer moderne concept stijlkamer gekomen. Dat hij schilderijen, meubels, beeldhouwwerk, bouwfragmenten, brengt hij samen, niet zomaar kriskras door elkaar zoals op het stadhuis, maar dus als waren het woonkamers of zalen uit het verleden. Ja, je ziet dus dat de mensen dat fantastisch vinden. En zie je dat er van 20.000 bezoekers per jaar komen. Maar Muller was daar nog niet mee tevreden. Het lag een beetje te ver weg. Het lag echt helemaal aan de rand van de stad. Hij vond ook dat er voor de collectie nog te weinig ruimte was. En bovendien stoorde hij zich eraan dat er allerlei collecties in Utrecht verspreid waren. En hij streefde ernaar om al die collecties op één plek in de binnenstad samen te brengen. Eén centraal museum. En pas tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam er een gebouw vrij om Muller's ideaal van een centraal museum te realiseren. Ja, het gebouw wat beschikbaar kwam was het oude Agnietenklooster. Een klooster uit de 15e eeuw met een kapel nog uit de 16e eeuw. Ja, je ziet hier de nieuwbouw van het Centraal Museum kort na de opening. Met nog tramrails voor de deur, dus mensen konden het museum makkelijk bereiken. De ingangspartij met museum erop en het jaartal 1917. De ingang die tot de jaren 90 ingang was en nu weer gaat worden. Dames en heren, van harte welkom bij de opening van de nieuwe entree van het museum. En nu horen we de kerkklok al gaan. Dat betekent dat het 11 uur is. En 11 uur is de tijd waarop het museum open mag. Dus ik wil heel graag samen met een eregast het lint doorknippen. Yes. Geopend. Geopend. Ik heb gekozen voor het beeld van Dwayne Henson. Waarom? Zo tastbaar, zoals het leven eigenlijk is. Hoe snel je kunt afglijden. Ik heb een paar mensen gekend die op deze manier zijn geëindigd. En sowieso is voor mij een hele belangrijke vraag altijd. Is het nou zo dat je zegt het leven is prachtig of life sucks? Ik denk, het is constante balans zoeken in het leven. En je kunt zien hoe snel mensen kunnen afglijden. En het intrigeerde mij enorm. Ik heb ook wat dronken types gespeeld, een type zoals dit. En als je je daarin gaat verdiepen en mensen kent, dan zie je dat het soms net dat setje is waardoor je zegt, ja, het leven is allemaal de moeite niet waard. En aan de andere kant kun je ook net dat setje krijgen van, hé, wat kan het leven heerlijk zijn? Ja, hier heb ik wel heel veel gevoel bij. Heel mooi gedaan. Hè? De plekken, de blauwe plekken, de rommel, de verdriet eigenlijk. Het net te zwak, ja.
Om de grote expositieruimtes in de vernieuwde stallen en het entreegebouw met elkaar te verbinden, hebben de architecten een gedurfd ontwerp gemaakt. Een brug van glas. Als je tussen twee monumenten een verbinding moet maken, dan is het ook heel fijn om zoiets als glas toe te passen. Omdat het eigenlijk een non-materie dan uiteindelijk is. Dus dan hou je de ere aan allebei de monumentale panden. Je maakt alleen de verbinding en je hebt direct het zicht op de tuin als oriëntatie. Op 21 juni werd Nijntje 60 jaar. Reden voor een feestje. En dat wordt dan ook groots gevierd met een Nijntje en Bruna tentoonstelling. Voor de feestelijke opening kwam jong en oud, maar vooral jong, naar de Nicolaikerk. Dames en heren, lieve kinderen, welkom allemaal. Feest Nijntje 60 jaar is 60 jaar ontwerpwerk van illustrator en kunstenaar Dick Bruna. Er waren toespraken en een heel groot cadeau. Een Nijntje haalt zeker de 100. Ik weet niet of het met dit succes zal zijn. Dat is op zich, wat ons betreft, ook helemaal niet nodig. Een Nijntje is denk ik sterk genoeg om heel oud te worden. Ik zou het ook niet zo erg vinden als Nijntje weer wat meer zou terugtreden in het algehele werk van mijn vader, zeg maar. Dus het is natuurlijk erg eruit gepikt, maar hij heeft zo verschrikkelijk veel mooie dingen gedaan. Hij heeft zo heel hard gewerkt dat het is heel erg leuk en het is heel internationaal geworden, maar het is voor ons niet het enige, nee. De binnentuin van het museum fungeert inmiddels als een echt middelpunt. Fijn om even buiten uit te blazen. Nou ja, Dick Bruna haalt zijn inspiratie uit de grote kunst. In Parijs ziet hij werk van Matisse en Léger. Dat inspireert hem enorm. En hij kijkt dan ook, waar komen deze kunstenaars vandaan? En ziet verwantschappen ook weer met de stijl. En op de een of andere manier lukt het hem dan in 1955 met het ontwerp van Nijntje om tot een uitermate compacte, heldere duiding te komen van een figuur. In die lijn denken, dat zit heel erg dicht ook weer bij de overwegingen van het concept van de stijl. Ook duiden in heldere compositie, eenvoudige vormen. En je zou kunnen zeggen dat in de uiterste esthetische consequentie het werk van Bruna te begrijpen is. Want ik herinner me nog vroeger, als ik kind was, kwam ik op het atelier. Daar zat hij gewoon te scheuren en daar zat hij mee te experimenteren. En in het begin zag je hem ook veel dingen maken die alleen maar bestonden uit gescheurde papieren. Ja, gewoon door Matisse geïnspireerd en door andere grootheden. En pas daarna is hij eigenlijk met die lijnen doorheen gaan werken. En is het wat strakker geworden allemaal. En zijn we ook meer de kinderboeken en de Nijntjekant opgegaan. In mijn jeugd was hij vooral bezig met de omslagen voor de Zwarte Beertjes-series. Nijntje was een soort van bijwerk van hem. Maar het zegt ook iets over de stap die Bruna neemt om die hele beweging die vastzit in die stijl open te zetten in andere disciplines. Dus bijvoorbeeld illustratie, tekentechnieken, collage als een beginsel voor ontwerp. Hij heeft altijd gezegd, ik vind het alleen maar leuk om te werken aan dingen die een toepassing hebben, waar wat mee kan. Dus hij heeft nooit gezocht om puur kunstenaar te zijn, zeg maar, om werk te maken, om aan de muur te hangen. Ja, het hangt nu wel aan de muur, maar wat alleen aan de muur kan hangen. Hij heeft altijd werk willen maken, daarom was hij ook zo blij met affiches, met omslagen. Hij heeft altijd werk willen maken wat gebruikt werd. Je ziet ook dat het tekenen en in een vlak denken de basis is om tot het ontwerp te komen.
En in dat verband is hij zo uniek, groots, bijzonder, authentiek, dat wij zijn gaan kijken vanuit zijn hele oeuvre naar meer de context waarin dat oeuvre is ontstaan. En zo kwamen we op een idee om het atelier van Bruna vast in het Centraal Museum te plaatsen. Het atelier van mijn vader is voor ons een hele belangrijke plek geweest. Het was inderdaad bijna ons huis. Het was altijd heel erg verbonden aan mijn vader. Dus toen mijn vader 3 jaar geleden eigenlijk langzaam ophield met werken, toen verloor het atelier zijn ziel. Maar in ons eigen familiegedachtegoed is dat atelier met mijn vader verbonden. Ja, dat het dus nu naar het museum gaat, is aan de ene kant leuk, maar aan de andere kant ook confronterend. Want eigenlijk zien we mijn vader nog in zijn atelier. En dat zal hier natuurlijk niet meer lukken. In februari 2016 zal het Centraal Museum de intensieve periode van meer dan 2 jaar verbouwen en herinrichten afsluiten. Dat doet ze met de opening van het nieuwe museumcafé en het nieuwe Nijntje Museum. Het Nijntje Museum, dat de tentoonstellingsruimte heeft vergroot, wordt een interactief doemuseum voor families met kinderen. U keek naar de laatste aflevering van de driedelige documentaire serie Kunst in de Steigers over de ingrijpende verbouwing van het Centraal Museum in Utrecht.